Madagaskar is het vijfde grootste eiland op aarde, ongeveer zo groot als Frankrijk. Het is al meer dan 150 miljoen jaar afgescheiden van de rest van Afrika, waardoor de natuur er een heel eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Sinds de eerste mensen zich hier vestigden, zo'n 2000 jaar geleden, is de bevolking uitgegroeid tot 18 miljoen. Door de bittere armoede en het onstabiele politieke klimaat is natuurbeheer onbestaande. De vernietiging van hun natuurlijk leefgebied bedreigt de exclusieve planten en dieren van Madagaskar met uitsterven. Vooral de lemuren verdwijnen in een schrikwekkend tempo. Lemuren zijn makies of primaten of halfapen. Door de afscheiding van het Afrikaanse continent zijn beide takken van de apenfamilie onafhankelijk van elkaar geëvolueerd. Dat maakt Madagaskar en haar lemuren zo uniek. De eens zo bosrijke hellingen worden systematisch afgebrand voor de armzalige productie van houtskool en de traditionele brandlandbouw. Het eens zo groene eiland erodeert in recordtempo tot een rode, maar vooral dode woestijn. In het groenere oosten houden enkele natuurparken nog stand. De lemuren worden daar nog in hun wilde staat beschermd, in tegenstelling met enkele privéparken waar ze meer een attractie vormen. Een groep van 24 toeristen is niet ideaal om deze schuwe dieren te gaan bespieden. Maar een goede gids maakt het verschil. Ik ben jouw guide voor deze matin. Misschien 2-3 uur. Oké? Et maintenant, nous allons faire la visite d'Indri Indri, parce que les Indri, c'est unique au monde. Et on le voit que ici. De Indri Indri is een boombewonende lemuur. Ze kondigen onze aanwezigheid aan door hun specifiek gegil dat meer dan 2 kilometer ver te horen is. De geluiden van deze lemuren deden de eerste onderzoekers van Madagaskar denken aan de Romeinse lemures. De geesten van de doden die 's nachts rondspookten en gillen slaakten. Enkele hulpgidsen probeerden de dieren te lokken met lange fluittonen. De Indri is de enige lemuur zonder staart. Hij bezit enkel een stompje van 3 à 4 centimeter, dat is alles. Ze leven als familie in een zeer groot territorium van 10 tot 20 hectare. De familie bestaat uit slechts 2 tot 5 dieren, omdat de Indri de enige monogame lemuursoort is. Een mannetje heeft levenslang slechts 1 wijfje. Ze zijn zo trouw dat als een van hen sterft, de andere alleen achterblijft. Per dag eten ze minstens 80 verschillende soorten groen. 1 tot 1,5 kilo per lemuur. Dat is ook nodig, want groen bevat weinig calorieën. En calorieën hebben ze nodig om actief te blijven. De Indri drinkt niet. Hij heeft schrik van water. Hij haalt zijn noodzakelijk water uit voedsel. Hij kan niet gekooid of in gevangenschap leven, want dan weigert hij alle voedsel. Soms daalt de Indri tot op de bodem af, om klei te eten. Deze neutraliseert de giftige zuren in zijn maag of vult een tekort aan minerale zouten aan. Het Nationale Park van Rano Mafana is een van de rijkste parken van Madagaskar en ligt in een gebied met veel neerslag, waardoor het een grote biodiversiteit heeft. Op de kletsnatte rotswanden voelen deze miniatuur-orchideeën zich meer dan thuis.
Door regenval, steile paden en bloedzuigers kan het een intensieve tocht worden. Hier vinden we met enige moeite de zeer zeldzame gouden bamboelemuur. Door het verlies van zijn natuurlijke habitat zijn er nog slechts een duizendtal over. Ze voeden zich vooral met de jonge scheuten van de reuzenbamboe. Deze bevat echter een hoog cyanidegehalte. De bamboelemuur eet zowat een halve kilo bamboescheuten per dag en verorbert daarmee 12 maal de dodelijke dosis voor een dier van zijn omvang. We trekken verder in het regenwoud op zoek naar de mooie diadeem sifaka, die zich echter vandaag niet van zijn mooiste kant laat zien. Op de terugweg kruisen we een reuzenspin, die zich niet laat verstoren en rustig verder peuzelt in haar geweven eetkamer. Het wegennet van Madagaskar is zowat het slechtste wat men zich kan voorstellen. Sinds de Fransen het eiland 60 jaar geleden verlieten, werd er aan de infrastructuur niets meer verbeterd. Je rijdt gewoon van de ene badkuip naar de andere. Wanneer men een rondreis maakt in Madagaskar, dan is een stop in het nationale park Isalo in het zuidwesten van het eiland een absolute must. Met een oppervlakte van 800 vierkante kilometer en gelegen op een hoogte van 800 tot 1200 meter, oogt het Colorado-achtig. We vinden er de olifantsvoetplant. De voet dient om water in op te slaan, zodat de plant beter bestand is tegen de periode van droogte. Hier valt in de zomer nauwelijks regen. De rotsen zijn prachtig gevormd door erosie. De kleurenschakeringen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van koper en ijzer. Op het einde van de eerste 7 kilometer van de voettocht vind je een natuurlijk zwembad waar je meteen het wandelzweet kan afspoelen. Na 17 kilometer puffen word je beloond met een barbecue van lekker zeeboevlees. We zijn echter niet de enige gasten. Ringstaartmakies komen ongevraagd gastvedetten spelen met maar één bedoeling: gemakkelijk aan het dagelijks kostje komen. De bruine lemuren spelen dan weer de spreekwoordelijke spelbrekers. Met hand en tand worden de wetten van goed buurschap bijgescherpt. Ringstaartmakies leven in kleine, gemengde groepen. Doordat je ze ook dikwijls in dierentuinen treft, is dit de bekendste lemuur. Ze leven van vruchten, bessen, bladeren, bloemen, bast en sap van bomen en struiken. Bruine lemuren leven in losse groepen waarvan de grootte en samenstelling geregeld verandert. Bang? Wel nee. Ze springen, knorrend als een varken, van tak naar tak.
en houden ons nauwlettend in de gaten. Je moet goed op je spullen en eten passen, want ze hebben het zo te pakken. Als het jong groot genoeg is om op de rug gedragen te worden, neemt het vrouwtje het mee naar de groep. De hele groep zorgt voor de jongen. Zo worden ze ook door andere vrouwtjes gedragen. Meestal is het sociale systeem zeer complex. De dieren vlooien elkaar, net als andere primaten, maar niet met handen, maar met de tanden. De in groep levende lemuren zijn niet monogaam en mannetjes vechten met elkaar om te mogen paren met een vruchtbaar vrouwtje. Meestal paren uiteindelijk alle mannetjes in een groep met het vrouwtje, maar één dominant mannetje is meestal de vader van de meeste jongen. Het zijn zeer sociale dieren die geregeld elkaars gezelschap opzoeken. Ze leven in groepen van gemiddeld 16 individuen. Deze groepen houden zich op binnen een territorium. Na de geboorte houdt het jong zich vast aan de buik van de moeder. Na 1 tot 2 weken verhuist hij naar de rug, tot hij groot genoeg is om op eigen benen te staan. Door stroperij belanden maakjes vaak in de illegale handel voor huisdieren. Ze staan daarom als gevoelig op de internationale rode lijst. Aan de voet van het Drie Zustersgebergte ligt het Anja Nationale Park, dat pas in 1999 als beschermd gebied werd erkend. Het is een klein paradijs van slechts 30 hectare. De plaats wordt sinds enkele eeuwen door de lokale bevolking als een heilig gebied beschouwd, vanwege de talrijke holen en spelonken die gebruikt worden als familiegraven. Daardoor is het ook taboe om in dit gebied op lemuren te jagen. De dieren zijn dus niet bang van mensen en je kan ze erg dicht benaderen. Desondanks is het verboden de dieren te voederen om hun natuurlijk leefpatroon niet te verzieken. De jongen worden in augustus en september geboren, na een draagtijd van bijna 5 maanden. Per worp krijgt de ringstaartmaki over het algemeen slechts 1 jong. Maar 2 en 3 drielingen komen voor. Voor deze makimoeder wordt het iets te druk en ze probeert ons weg te lokken van haar jong. Ze beantwoordt de angstkreetjes van het hulpeloos diertje, maar wil eerst die bende opdringerige toeristen op afstand houden. Nadat we ons op veilige afstand van het jong bevinden, keert moeder Maki snel terug naar haar spruit. De rest van de groep komt zich ook met de zaak bemoeien, maar wordt dadelijk tot orde geroepen. Dit is heel erg fout van onze gids. Door zijn vertederend gebaar riskeert hij het jong te besmetten met mensengeur, zodat de moeder het niet meer herkent en verstoot. We verlaten dit stukje Ede met gemengde gevoelens. De dagelijkse overlevingsstrijd van de straatarme bevolking en de brandlandbouw wegen loodzwaar op het voortbestaan van de lemuren. Ze hebben het moeilijk door de teloorgang van hun habitat. Bovendien wordt er door de hongerige bevolking op de dieren gejaagd.
Pas de laatste decennia zijn we de wonderenwereld van de lemuren in het paradijselijke Madagaskar naar waarde beginnen schatten. Hopelijk is het niet te laat.